Ilaba, welkom bij Ferm Creatief. Het is bijna zomervakantie. En als je een leuke activiteit zoekt om met je kinderen te doen, dan is dit echt wel het ding. Wat gaan we doen? We gaan tie-dyen. En dat op witte sportsokken. Wat heb je dus nodig? Witte sportsokken. Elastiekjes. Het allerbelangrijkste natuurlijk zijn de textielinkten. Handschoenen, superbelangrijk. Textielinkt, dat kruipt echt in je vel en dat krijg je er niet af. Zakjes, dat zijn huishoudzakjes, boterhamzakjes. Ik heb deze al aangemaakt voor jullie. Dat is turquoise en azuurblauw. We gaan streepjes sokken maken. Hoe gaan we streepjes sokken maken? We gaan elastiekjes binden. En op de plek waar de elastiek zit, gaat de inkt minder snel door de sok dringen. En dat gaat de uitsparing geven. En dat gaat uiteindelijk streepjes vormen. Ik heb deze nu afgewerkt, dus hier gaan de streepjes komen. De inkt gaat hier meer doordringen. Als je deze sokken nu nat maakt, dan gaat de inkt veel dieper doordringen. Als je de sokken niet nat maakt, dan kan je echt nog wel witte lijnen zien. Dan zijn de streepjes veel duidelijker. We gaan voor een volledige blauwe sok met een schakering van blauw. Dus ik ga deze nat maken. Ik begin altijd bij de stukken waar dat geen elastiekjes zijn, maar gaat ook zeker over de plekken waar dat er elastiekjes zijn. De inkt gaat daar moeilijker doordringen, dus dat gaat daar lichter blijven, maar het is wel tof als je dat een beetje ziet. Deze sokken zijn klaar. Die ga ik nu in een huishoudzakje steken. Goed dicht doen. En die gaan 7 à 8 uur intrekken, zodat het blauw er echt ingetrokken is. Deze sokken hebben nu 8 uur getrokken, dus de inkt zit helemaal tot in de sok. En dan gaan we de elastiekjes losknippen. Voilà, dan zie je mooi de streepjes en de lijntjes. En ik vind dat wel altijd leuk dat je ze ook nog een klein beetje wit zit bovenaan. Alle stappen die ik hier nu uitleg, die kan je ook vinden op samenferm.be. En geniet ervan. Tot later.